Oranje onder 19 is op weg naar het Europees kampioenschap, maar dan moet de ploeg van Maarten Stekelenburg wel op de eerste plaats eindigen in de zogenaamde elite ronde. Na wedstrijden tegen Finland, Oekraïne en Griekenland, dat zijn de drie tegenstanders in Nederland in die elite ronde. We zijn in Assen, 2000 toeschouwers bij een duel tegen de Finnen. En de sfeer is uitstekend op Sportpark Marsdijk. De oranje ploeg zonder Matthijs de Ligt, die natuurlijk bij het grote oranje is gearriveerd, maar wel met Justin Kluivert in de voorhoede. En dan is dit de eerste kans met Joël Pirou en de kans voor Karioglu. Grote kans voor oranje in de openingsfase van deze wedstrijd. En het is een lekker begin voor de ploeg van Maarten Stekelenburg. Oranje moet dus eerste worden in de elite ronde om zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap. Van 2 tot en met 15 juli in Georgië. Dan wordt dat gespeeld, dat EK. En opnieuw een kans voor Velanas, speler van FC Utrecht. En opnieuw oranje dus met, dit is Varmanen, namens de Finse ploeg. En dan is daar ook Lapalainen en keeper Justin Bijlo, de doelman van Feyenoord. Voorkomt zo een Finse treffer. En zo laat Finland ook even de tanden zien in de eerste helft van deze wedstrijd. Steven Ward, de bondscoach van de Finnen. En 0-0 is de stand bij rust. En dan in de tweede helft is het oranje dat een hoekschop mag gaan nemen. Dit levert meteen een aardige kans op. Het is de aanvoerder, Rick van Drongelen, speler van Sparta, met de kopbal. Finnen weer aan zet. Kalman, stugge ploeg, verdedigend sterk, dit Finland, maar ook in aanvallend opzicht. Komen zij zo nu en dan uitstekend uit de verf. En dan scheelt dit maar heel weinig. De bal op de lat geschoten door Lapalainen, speler van Helsinki. Een goed begin is gewenst voor de ploeg van Maarten Stekelenburg. Altijd lekker in een fase waarin er maar drie wedstrijden gespeeld worden als je dan de eerste wint. En kansen komen er zeker voor Nederland. Ook dit keer voor Dani de Wit, speler van Ajax. De kopkans waarbij Keto, de Finse keeper, niet in de problemen komt. Er zijn veel Justin Kluivert fans in Assen. En hier een overtreding en een vrije trap voor de Finnen. En de bal weer op de lat. Voor de tweede keer in deze wedstrijd komt Oranje goed weg. Bijlo hoeft niet in actie te komen. Er komt geen rebound. En de grote vraag is, gaan zij nog een doelpunt zien? De fans van Oranje. En weer komt Nederland in de problemen. Althans, dit ziet er goed uit in verdedigend opzicht. En dit is een invaller. Mitchell van Bergen, speler van Vitesse. Justin Kluivert. Kluivert met links schiet hij. En dan een heel ongelukkig moment voor de Finnen. Juhani Pikarainen. In de 88ste minuut werkt hij de bal in eigen doel. Kluivert schiet hem tegen de verdediger aan. En die kan een goal niet voorkomen. En dus staat Nederland in de slotfase van het duel op een 1-0 voorsprong. En zo gaat het toch behoorlijk mis voor de Finnen. Die misschien nog wel één keer kunnen aanzetten. Maar het is Oranje dat alweer balbezit heeft. Nou, verdedigend staat het goed bij Nederland. En daar is weer Justin Kluivert. Kluivert in de korte hoek. Maar daar staat Keto, de Finse keeper. Hij voorkomt een tweede treffer. Het wachten is eigenlijk alleen nog maar op het eindsignaal. De Engelse scheidsrechter Pawson. Als de Finnen de bal uitverdedigen. En dan is het klaar in Assen. Kan Oranje gaan toewerken naar de wedstrijd van aankomende zaterdag om 5 uur tegen Oekraïne. De tweede wedstrijd in de elite ronde. En de ploeg van Stekelenburg gaat daarheen met 3 punten op zak.